Het is tijd voor Plot van een Kijker. Vandaag ga ik plots van kijkers beoordelen. En er zijn meer dan 60 mensen online op de server. Ik sta nu bij mijn eigen plot die ik de vorige aflevering natuurlijk heb afgemaakt. En hij heeft een 7.6. Auw! Auw! Had ik dat maar op school een 7.6. Dat is oprecht heel netjes. 274 mensen hebben hierop gestemd op dit plot. Dus dankjewel. Heb je nog niet gestemd op mijn plot? Bleep het harpsurfer.nl staat nu in het beeld. Kom gezellig even joinen. Kom even op die creative spelen. Of op Skyblock of op de survival. Wat jij lekker wil. Ik zie trouwens dat een paar mensen mijn tag hebben overgenomen. Want je kan natuurlijk ook tags hierin hebben. Als ik nu bijvoorbeeld hoi zeg. Kijk, dan zie je in de chat master. Dat is heel erg cool. En je rankt natuurlijk ervoor. Iedereen zegt gelijk hoi terug. Dat was niet de bedoeling. Oké, weet je wat? Ik ga even een tag zoeken. Ik ga even een andere tag pakken. Waar ik die biertje wel weer? Die vind ik wel heel vet. Haha, Barkie. Ik ben niet Barkie. Zo, die is echt best wel vet. Ik ga die gebruiken. Nice, de tag is ingesteld. Oké, en dan gaan we dan. Wie zijn plot moet ik als eerste bekijken? Let's go. Oké, wie als eerste zei? Immortal Birth. Oké, yo. What's up, dude? Oké, hij is net begonnen zo te zien. Heeft twee torentjes gebouwd. Die zien er wel echt heel clean uit trouwens. Wat is dit voor spul? Dit is smooth sandstone. Dat zie je ook niet vaak. Leuk gebouwd, maar hij is nog niet af. Dus daarom, omdat hij nog niet af is, ja, ik moet hem wel beoordelen, want ik wil elk plot beoordelen. Geef ik gewoon, sorry, een 5. Want ja, er is zoveel lege ruimte. En tuurlijk, hij heeft heel veel potentie, maar ik moet het eerst maar even zien. Waarschijnlijk krijgt hij nu ook die beoordeling binnen en denkt echt van, waarom krijg ik een 5? Ja, jongens, ik ga oprecht kritisch zijn. Ja, ik ga jullie niet allemaal in de kont kruipen, hoor. Serieus, dit heb ik echt geen zin in. Oké, we gaan naar de volgende. Blok KB2. Wat heeft deze? Wat is dit nou weer? Oké, ten eerste heeft hij meerdere plots geclaimd. En dat komt waarschijnlijk omdat hij de gozer rank heeft. Maar wat is dit? Wat is dit? Oké, dit is ook nog niet af. Jongens, jongens, jongens. Hier is echt niks gebouwd. Ten eerste, je hebt 4 plots geclaimd. Dan verwacht je wel dat je iets hebt gedaan. Kijk, ik moet ook niet te kritisch zijn. Het is wel een begin van een mooi schip. Het lijkt wel een beetje op een stoomboot. Maar kijk, hiernaast zie ik bijvoorbeeld veel leukere plots. Dit ziet er echt al veel beter uit. Hier, dit ziet er cool uit. Ik weet niet wat het is. Ja, hij zit nu maar uit te leggen wat hij wil bouwen. Hier wil ik een stad en dorp bouwen. Ja, gozer, sorry hoor, maar ik geef je gewoon een dikke 3, want je hebt nog niks gebouwd. Oké, we zijn bij een knapie. Yes, we gaan... Oh, kijk eens even. Wacht eens even. Heb ik... Wow. Oké, deze is heel erg ziek. Deze is heel erg ziek. Kijk dan, dit is ook een gigantisch plot. Had ik deze niet al gezien? Dit komt echt super bekend voor. Ja, deze heb ik vast wel gezien, maar nu is hij helemaal af, of niet? Want vorige keer was hij nog niet helemaal af. Dit is zo'n ziek plot. Deze heb ik vast wel ook al gerated, of niet? Ik wil deze eigenlijk gewoon een 10 geven. Dit is zo'n ongelooflijk ziek plot. Ook is hij nog niet helemaal af, hier kan nog heel veel bij komen. Dit is zo ongelooflijk ziek gebouwd. Ik ga dit, weet je wat, ik geef gewoon een 10. Dit plot heeft ook een 8.7, ook 112 ratings. Dus mensen die kijken ook echt wel veel rond bij anderen. Dat is wel leuk om te zien. Dit plot hiernaast heeft ook een 8.7. Die is trouwens ook heel erg nice van Broccoli, man. Die Lord of the Rings toren is dit, jongens. Tenminste, daar lijkt hij heel erg veel op. Deze lijkt er ook wel een beetje op, maar dit is gewoon een vuurtoren. Oké, we zijn naar de volgende persoon getippeed. Die heeft een... Wat is dit? Wat voor naam heeft hij ook? D-H-D-H-H-D-J-D-J. Nice, goede naam, man. Die heeft waarschijnlijk echt... Kaart lopen rammen op zijn toetsenbord. Ah, leuk. Cool. Ja, zo te zien heeft hij hier ook lopen rammen op zijn toetsenbord. Want ik kan hier niet echt een touw aan vastknopen. Wacht, dit is een achtbaan. Ja. Laten we hem even pakken, ja? Waar moet ik naartoe? Vertel het mij eens. Waar moet ik hier naar binnen? Ik kan hier niet naar binnen. Ik weet niet waarom. Waarom kan ik hier niet naar binnen? Wat heb je hier gedaan? Heb je hier berries geplaatst of zo? Oké. Nou, we gaan de rails even pakken. Ik ben benieuwd. Ja, waar gaat dit naartoe? Dit gaat naar beneden. Welke kant moet ik op? Moet ik die kant op? Weet je wat? Ik ga wel de andere kant op. Huppakee, daar gaan we naar hier. Ga met me mee, mijn jongen. Dan gaan met me mee. Nou, we gaan even de rails pakken. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk eens. Wow, kijk. Want ik weet niet wat het is. Het ziet er cool uit. Oké, ja, dit is wel een beetje simpel. Ik weet niet precies wat hier gebeurt. Maar, hey, het is leuk. Het is leuk. Hier stopt het ineens en dit is weer een nieuwe achtbaan. Nou, voor de moeite geef ik deze... Oh, wacht. Hè? Heb ik deze al een rating... gegeven. Ik kan hier niet meer opklikken. Ik heb hem al gereed. Ik heb hem al gereed blijkbaar. Oh, dat wist ik helemaal niet. Oké, we gaan naar de volgende. Deze persoon heeft gezegd... Kijk eens even. Die heeft gezegd dat hij een achtbaan voor mij heeft gebouwd. En kijk hoe vet dit is. Er zit hier ook helemaal niks onder. Ik durf ook echt niks te slopen, want ik denk dat dan alles afbreekt. Volgens mij heeft hij dat met world edit gedaan. Want ja, je kan gewoon world editen. En weet je hoe ziek dat is? Oké, weet je wat? Ik ga hem even volgen. Waar moet ik naartoe? Show me the money. Oké, hij gaat hier naar binnen. En dan... Oh, wat sick. Wat sick. Oké, ik ga erin. Let's go. Hij heeft alles al klaargezet. Dat is goed. Het begint toch goed. Dit begint goed, jongens. Kijk eens even. We gaan recht omhoog en recht naar beneden. Oh, dit is sick.
En we gaan... we gaan naar beneden. Ja, kijk eens even. Een heel stuk onder de grond. Dit is sick, hoor. Dit is heel sick gebouwd. Kijk eens even, joh. Dit is toch sick, hé? Oh, en dan vallen we hier naar beneden. En... oh, dit is nice. Dit is nice. En dan gaan we hier weer omhoog. En worden we extra wat geboost. Hier weer naar beneden. Ik weet niet hoe die dat gedaan heeft, maar het ziet er echt heel vet uit. En dan gaan we hier mooi onder de boompjes langs. Ja, dit is een mooi parcoursje, hoor. Dit ziet er goed uit, mijn jongen. En... oh, tussen de lava door. Nice. En we zijn weer back. En... oh, ik ga nog een keer. Oh, wacht. Stopte ik nou wel? Ik stopte wel, of niet? Ja, ja. Kijk, deze is natuurlijk niet gepowerd. Dan stop je direct. Deze heeft een 7,5. Nou, ik vind dit wel echt een 9 waard, hoor. Ik geef hem een 9. Qua aankleding kan het nog wel wat beter. Hij heeft in ieder geval wel wat bomen geplaatst. Ja, dat raad ik sowieso iedereen aan om te doen. Bijvoorbeeld hier ook. Ik weet niet wat dit is. Dus waarschijnlijk een redstone ding of zo. Geen idee wat die persoon aan het doen is. Maar gewoon een opvulling van je plot kan je altijd wat domme bomen neerzetten. Het ziet er altijd al zoveel beter uit. Gewoon het boomwiel spammen op de grond. Oké, we gaan naar de volgende toe. Yo, what's up? Het is een geuzetje met de master tag. Oké, wat doet hij nou? Wat gooit hij? Hij gooit mijn head. Sick, dankjewel. Zal ik mijn eigen head opzetten? Boom, dan heb ik echt een dikke kop. Maar dit was het gewoon. Je geeft mij alleen... oh, wauw. Die gast is alleen maar bezig met hoofdjes. Oké. Zo, kijk dit hiernaast aan. Deze is sick, man. Noutnoet, dat is de volgende. En oeh, dit komt mij bekend voor. Jij hebt wat gejat. Nu moet ik je een 1 geven. Zo, nee, oké. We gaan eerst even goed bekijken. Ingang. Kijk, het ziet er al gelijk anders uit. Dit soort blokken zijn zo vet. En die kan je gewoon allemaal zelf creëren, hè? In je minuutje, in je creative menu. Daar heb ik al mijn eerste aflevering uitgelegd. Ja, dit is echt ziek. Dit is de bibliotheek. Bibliotheek. Het is toch bibliotheek? Of ben ik nou dom? Ja, dat heeft die fout geschreven. Maar dat maakt niet uit. Ziet er leuk uit. Beetje knus hier. Dan gaan we teruglopen. En dan gaan we naar de wapenkamer toe. Even kijken. Oh. Even hier doorheen. Zo, nice. De wapenkamer. Best wel minimaal allemaal. Dat kan allemaal wel iets beter opgevuld worden. Maar ik vind het concept wel heel vet met al die teksten boven. Ik ben benieuwd waar hij dat vandaan heeft. Fouilleerruimte. Even kijken hoor. Wat is dit? De fouilleerruimte? Oh, hier gooi je dan al die spullen in, of niet? Oké. Dat is wel leuk bedacht. Origineel. Cellencomplex. Oh, isoleervleugel. Ja, dit is top. Dit heeft hij nice gemaakt. Wacht, is dit isoleervleugel? Het ziet er nog best wel knus en chill uit eigenlijk. Oké, dan ben ik best wel benieuwd naar de andere celblokken. Oh, zijn dit cellen of niet? Of is dit, even kijken hoor. A-vleugel, B-vleugel. Ja, dan kijk, dit zijn de normale cellen. Nou, ik vind het niet zo'n groot verschil met isoleer. Volgens mij zijn ze bijna even groot. Alleen deze hebben wat tralies. Oké. De B-vleugel. Ik zou het trouwens wel heel anders doen met die opening. Ik weet niet waarom hij het zo heeft gedaan. Maar dat moet hij lekker zelf weten. Ziet er in ieder geval vet uit. Hij heeft allemaal vleugels gemaakt. Een C-vleugel, een D-vleugel. Ik ben benieuwd of hij dit ook met World Edit heeft gedaan. Gewoon heel veel copy-pasten. Want ja, dat kan gewoon. Heel erg nice. E-vleugeltje. En een F-vleugeltje of niet. Ja hoor. Ik weet niet wat dit is. Geen idee. Ik ben nu al verdwaald. Maar dat is goed. Het hoort zo. Ja, oké. We zijn nu weer hier. Oké, dit is de keuken. En hebben we nog... ja, die hebben we net gehad. De keuken even bekijken. Hij heeft ook echt hele lange gangen naar een bepaald iets toe. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Aan de ene kant is het ook wat chill. Want mijn prism bijvoorbeeld zit alles strak tegen elkaar aan. En hij heeft allemaal gangen gemaakt. Kijk, ja, dit ziet er goed uit. Allemaal bankies. Very nice. Met een keuken erachter. Wat ik denk wat hij heeft gedaan is dat hij een gigantisch platform heeft gemaakt. En dat hij op een gegeven moment echt dacht van, joh, ik heb zoveel ruimte. Wat moet ik ermee? Dus je ziet echt dat hij overal heel veel ruimte heeft overgelaten. Wat aan de ene kant best wel chill is. Maar aan de andere kant heb ik wel een beetje iets van, nou, ik zou wel wat meer opvullen. Hier kan nog zoveel staan. Maar ook dit ziet er heel vet uit. Leuk gemaakt. Cool, man. Waarschijnlijk wil hij ook dat ik hem steeds volg, maar ik volg hem niet. Ik ga gewoon een beetje mijn eigen gang. En het buitengedeelte. Ja, dit is sick. Zo, die gewichten zijn ook heel nice. Veel beter dan mijn gewichten in een survival. Maar ja, dat is het leuke aan creative. Daar kan je dit allemaal doen. Vet gebouwd, hoor. Ja, dit is sick. Oké, ik ben benieuwd of er nog iets achter zit of zo. Hier was ik nog niet geweest. Hier zat nog een extra gangetje volgens mij. Kijk hier. Ja, kijk eens even. Nu kom ik aan de achterkant van de prison. Waar kom ik nu uit? Ik kom nu buiten. Ah, oké. Ja, vet complex hoor. Ik zou het misschien nog wat leuker aankleden door bijvoorbeeld van deze tralies te pakken en die hier ook nog op te zetten. Dan geef je zoveel meer extra detail. Maar ik denk dat hij nu ook nog wel bezig is. Hij heeft in ieder geval een 7,5 gekregen. Ik geef hem oprecht voor deze gewoon een dikke 8. Ziet er goed uit. Wat is deze plot hiernaast? Wat is dit nou weer dan? Nou, ik zou vandaag eigenlijk alleen maar plots bekijken van mensen die daadwerkelijk ook online zijn. Michel 06, die ken ik ook van de survival natuurlijk. En daarom heb ik ook hoge verwachtingen. Want iedereen die op de survival speelt, die kunnen... ja, iedereen kan goed bouwen daar. Dus, en ik zie het al gelijk weer terug. Dit ziet er echt heel erg vet uit. Allemaal leuke tentjes hierboven.
Dit is echt een bouwer, dat kan je gewoon zien. Een leuke ladder hier gemaakt, ziet er cool uit. Een mooi riviertje. Hier ook allemaal kleine tentjes. Oh, je kan hier ook gewoon naar beneden. Wow, dat is best wel sick. Er zit ook nog gewoon detail in. Ja hoor, kijk eens even. Dit is sick hoor. Ik weet niet wat dit allemaal moet voorstellen, waar het ook naartoe gaat. Maar het is vet, het is cool. Al van die mines of zo zitten erin. Hier ook allemaal tentjes, kan ik hier ook door een geheime ingang. Nope, allemaal bunker beds hier geplaatst. Hey, de Titanic, die ga ik zo ook even bekijken. Hier ook nog een mooie rots met tentjes erop. Wacht, kan ik hier ook in de tentjes daadwerkelijk naar beneden of zo? Zodat er ergens een trap door die berg heen gaat, geen idee. Leuk bruggetje hier. Ja hoor, dit is echt heel erg vet gebouwd. Wat zit hier allemaal in? Oh ja, ik zie diamonds. Cool. Ik zie hier invalt, heb je een groot probleem. Deze heeft een 8.3. Nou, die verdient denk ik wel een 9 hoor, deze. Ja, zeker verdient hij wel een 9. Heel vet gebouwd. De Titanic, jongens. Ja, ik moet hem wel even bekijken hoor. Volgens mij is dit 1-op-1 een kopie van een YouTube tutorial dit. Of niet? Nou, ik weet het trouwens niet. Geen idee. Die is in ieder geval nog niet af. Dus we gaan nog even wachten tot deze af is. We zijn bij de volgende. Yo, what's up? Oké, nou, we gaan hier even lekker loeren. Wat is hier allemaal gebouwd? Ik vind die donkere maar niks. Je hebt allemaal glowstone. Oh, er zit nog iets boven. Ik dacht, het is gewoon een dom plafond. Want het is hier allemaal hartstikke donker. Ik zie er niks van. Kijk, als ik in vanish ga, dan zie je dit heel mooi. Dat is wel chill. We gaan dit even bekijken. Ik zie een hele leuke bloementuin hiervoor. Nice. Oh, damn. Dit zijn allemaal van die ridders of zo, of niet? Damn, dat ziet er heel goed. Wacht eens even. Nu snap ik hem. Dit is een soort van... Ja, dit is zo'n Japans gevechtskamp, weet je wel. Als ze trainen en zo. Aha. Yo, dat is heel sick. Oké, laten we even goed bekijken wat hij allemaal heeft gebouwd. Want het lijkt heel erg gedetailleerd. Gewoon een anvil met een soort van hoofdje erbovenop. En er is onder. En dat lijkt op een poppetje. Dat heeft hij echt goed bedacht. Dit ook allemaal van die ridders. Een soort van die landsmensen. Kanonnen hier. Voor. Hier ook allemaal poppetjes. Ik weet niet wat die doen. Hier een klein hutje. Kan ik daar ook in? Ik denk het niet. Zo, maar dit is wel echt vet gebouwd. Oh, ook paarden zelfs. Wauw, die zijn echt wel goed gelukt. Ja, ja, ja. Ik weet niet wat dit... Oh, vuurwerk. Nice. Wat? Waarom blijft dat gaan? Dat ziet cool uit. Nice. Hier ook weer. Cool, nice, Japanse vlaggen. Dit is een heel vet plot, hoor. Dit vind ik enorm uniek. Check dit gebouw ook, hoe vet die is. Kan ik hier ook niet naar binnen? Hij heeft waarschijnlijk alles gewoon dicht gebouwd, dat je niet eens naar binnen... Ah, ik zie een ingang, ik zie een ingang. Oh, de koning en de koningin of zo, denk ik. En het kind, ja. Tenminste, daar lijkt het op, geen idee. Ik zie een ancient debris blok. Oké. Ik weet niet wat die hier doet. Gewoon, dat straalt luxe uit of zo, denk ik. Hier zijn ook weer wachters. En hier gaat de koning dan zitten, denk ik. Ja, dit is sick aangekleed, hoor. Dit is echt heel vet. Oké, laten we even hierboven gaan kijken. Want hier hebben we ook nog iets. Ik weet niet... Oh, tanks. Ja, hoor. Waarschijnlijk is dit gewoon een persoon die één plot heeft geclaimd en dacht van, yo, ik wil nog meer bouwen. Dus dan gaat hij gewoon boven elkaar bouwen. Dat is best slim. Vette tank heeft hij gebouwd. Ja, met ranks kan je sowieso meerdere plots claimen. Dat is misschien ook wel handig om te weten. Dit is een grote dildo-toren. Ga ik me verder niet over uitlaten. En dan gaan wij even omhoog. Wat zit hier allemaal? Een kasteel met, wat is dit? Een soort van tweekoppige draken. Ja hoor. Wat is dit? Geen idee. Wat is dit? Ook geen idee. Een soort van netherachtig thema hier. Ook nog een draakje hier. Heel erg vet. En hier binnen ook een soort van troon met de duivel. Het is de duivel hoor. Ja hoor. De duivel hemzelf. Ik weet niet wie dit is. Oh, met staan in de rij voor de duivel. Oh, wauw. Dit is een beetje luguber, hoor. Oké, ja, ik wil dit eigenlijk... Ik weet niet waarom. Het heeft een 8.6. Ik wil het eigenlijk een 10 geven of zo. En tuurlijk, er kunnen nog wel dingen beter, zoals dit gebouw. Ja, er zit niet superveel detail in, maar deze persoon is zo creatief. Hoe kom je hierop om dit te bouwen? Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het is echt geniaal gebouwd. Ik geef het een 10. Het is geniaal. Het is gewoon geniaal. Het is echt een topplot. Alleen deze, ja, deze kan ook nog wat beter. Inmiddels vond ik wel wat minder, maar gewoon die onderste is echt een 10 waard. Dit is zo uniek. Oké, we zijn bij Lucy de Unicorn. En wat heeft zij Ja, dit is niet af. Dit is niet af. Eigenlijk moet ik dit niet reten, hè. Want dit begint heel vet te worden. Ik zie het. Maar het is niet af. Dus eigenlijk moet ik het een 3 geven. En dat vind ik zonde. Weet je wat? Ik kap daar wel mee. Dat is ook zielig. Deze heeft nu al een 9.8. Oh! Dit is niet eens het plot van Lucy. Dit is het plot van... Ik dacht al, Lucy was bij een ander plot. Oh, een parcours. Ja, leuk, leuk, leuk. Dat heb ik ook niet gezegd natuurlijk, jongens. Bouw die achtbaantjes en bouw die parcoursjes. Want daar heb ik zin in. Ik wil dat doen. Zo is een leuke vloer. Nice gebouwd. Ik denk met World Edit of zo gedaan. Geen idee. Leuk huisje hier. Gaan we gauw even bekijken. Niet zo boeiend, denk ik. Er ligt een bedje in. Cool. Ik wil het parcours doen, jongens. Laten we dat parcours doen. Een McDonald's bord. Dit is een soort van kleine McDonald's hier. Oké, vet. Waar moet ik beginnen met dat parcours? Begint dat hier of zo? Of is dit juist het einde? Ik weet het ook niet. Oh, het is nog veel groter, joh. Wow, yo, volgens mij heb ik dit trouwens wel een keertje gezien. Kom heel bekend voor. Allemaal beelden in ieder geval. Oh, het zijn twee parcours volgens mij. Tenminste, dan lijkt het op. Of moet je van deze naar die springen? Ja, dat kan, hè. Ja, toch of niet? Nee, dat lukt nooit. Zo mogelijk. Ik denk dat je hier moet beginnen. En dan ga je zo. Ah, ik denk dat dat hem is. Oké, laten we dit proberen.
Oh, dat is een lastige jump. Die is lastig. Oh, shit. Ja, ik heb hem. Nice. Oké, dit zijn lastige jumps. Oh, ja, dit is... Nou ja, ik ga niet allemaal terug, hoor. Oh, je moet je gewoon in één keer doorsprinten. Ja, tuurlijk. Oké, hier moet ik omheen. Dat zijn altijd lastig. Ja, die kan ik ook niet goed. Oh, lastige jump. Is echt een lastige jump. Is het überhaupt... Ja, het hoort mogelijk te zijn. Ik heb ook... Ja, ik heb hem. Nice. Oké, top. Oh, wat doe ik nou? Ik ben echt slecht. Ik heb al zo lang niet geparcourd. Ja, oh, daar moest ik in één keer door. Dan moest ik gewoon in... Wacht, dit moet ik gewoon in één keer pakken. Dus gewoon zo, zo, zo. Ja, kom op, ga aan de kant. Dan gaan we hierop. Ik weet niet of ik nu... Ja, misschien moest ik hem wel andersom doen. Geen idee. Dan gaan we dan. Let's go. Volgende parcours. We doen hem. We gaan het doen. Nope. Komt-ie. Oh, jammer. Oké, nu dan. Nu dan. Nee. Er wordt op mij getwerkt hier. Ik ga gewoon door. Dit is natuurlijk helemaal dramatisch om naar te kijken hoe slecht ik ben. Dit zijn ook wel lastige jumps hoor. Dat zeg ik het je eerlijk. Ja, ik heb ik. Nice. Oh, deze is lastig. Deze is lastig. Ja, ja, deze kan ik op zich wel toch. Ja, nice. Die kan ik. Oké, top. Oh, nice. Top. En we zijn boven. Oh, nu moet ik dit echt doen? Oh, er zit daar een slijmblok. Ja, oké, daar kan je niet inlopen. Dan moet je inspringen, oké. Huh. Ja, dit is niet te doen. Je moet precies hier invallen, hè. Wauw. Huh. Ja, we springen tegelijk. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Huh. Nice, ik had hem. En heb je weer zo'n moeilijke jump. Echt, ik haat die jumps. Oké, ik geef het een 1. Ik haat dit plot vreselijk erg. Nee, geitje. Het is wel een leuk plot. Ook die beelden leuk gemaakt. Ik geef het een 6. Er is nog heel veel lege ruimte. Er kan er zoveel bij. Het parcoursje was ook een beetje vaag. Geen idee. Vet rennen. McDonald's ding daar. Verder was hij wel leuk. Oké, we gaan door naar de volgende. En die zit hiernaast. Die ziet er echt heel vet uit. Allemaal draken. Wat hebben jullie allemaal met draken? Iedereen bouwt draken. Wat is dit nou? Oké, het laatste plot die we gaan bekijken. Die is van Billy99. En die heeft het biertje. Ja, leuk hoor. En het gozertje. Lekker man. Die heeft allemaal hoofden gebouwd. Oké. De namen staan er ook bij, denk ik. Er is wel een stafteam, of niet? Is hier gebouwd. Helper, yup. Het hele stafteam. Ik dacht al, ik herken best wel veel copies. Waar ben ik? Waar ben ik? Ik zie mezelf niet. Daar ben ik. Ja hoor, daar is hij dan. Yup boy, nice. Ja, lekker hoor. Die voor mij wordt meer detail in, zegt hij nu. Ja, dit klopt niet helemaal hoor. Het kan wel wat beter. Alhoewel, het is best wel goed trouwens. Alleen dat mondje is niet helemaal bruin. Dus een beetje een andere kleur. Ja, hier heeft zeker wel wat werk in gezeten. Dit geef ik een mooie 8. Het is echt wel een 8 waard. Ik zie hiernaast ook weer allemaal gekke dingen. Geen idee wat dit is. Oeh, een bootrace. Ik moet de bootrace doen. Hier zit iemand ook echt te wachten. Ja, we moeten deze race doen, jongens. We moeten deze race doen. Let's go. Dan gaan we dan. 3, 2, 1. Let's go. Oké, ik moet opletten. Wacht, nee, ik moet wel even aftellen. Ja, even aftellen. Go. Oké, ja, we hebben afgeteld. Nice, dan gaan we dan. Ik heb gelijk een voorsprong. Oh, daar komt hij. Hij komt terug. Oh, ik glitch helemaal. Hoe kan dit? Oh, en hij gaat nu snel. Wat doet hij? Oh, wat sick. Dit is echt een sicke baan. Dit is echt een sicke baan. Oh, even hier om de bochtje. Oeh, dat was een goede drift. Ja, dit is sick. Oké, waar ga ik nu heen? Oh, ja. Oh, nice. Oh, dit is sick. Dit is echt een sicke baan. Deze is echt wel nice. Ik ben blij dat ik deze nog even aan het bekijken ben. Deze is mega sick. Sikke bootrace. Zijn boven. En bij de finish. Ik win. Waar is hij eigenlijk? Hij ging in het begin wel echt heel lekker. Deze heeft ook een 9,5. Weet je wat? Ik ga deze ook gewoon raten. Ik geef hem een... Ja, ik wil hem eigenlijk wel een 10 geven. Ik vond het echt een hele goede baan. Ik geef deze een 10, jongens. Ik vond het echt een hele vermakelijke baan. Kom ook gezellig op de play.harpsurfer.nl. De volgende keer ga ik weer plots bekijken. Dus bouw iets leuks. Bouw zo'n baan. Bouw een achtbaan of wat dan ook. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.